moeten goed opletten voor de weg van rechts. Dat is een gelijkwaardig kruispunt. Maar hier is het zicht wel redelijk. Zie je, ik hoef niet heel langzaam te naderen. Nou, wat ook belangrijk is, is ook de wegen van links in de gaten houden. Misschien krijg je geen voorrang. Die weg is ook mooi open te overzien. En zien we hier ook een fietspad. Wat belangrijk is overheen te rijden. Anders als je te veel naar links gaat, dan rij je tegen het andere verkeer aan. En hier moet je wel je gas loslaten. En gaan remmen naar 20. Want dit is niet goed te overzien. Dan komt niemand aan van rechts. En dan gaan we weer verder.